de organisatie heeft me gevraagd als X-auto in het voorprogramma te rijden. En ja, goed, hoefde ik niet zo heel lang over na te denken. Ik denk dat lijkt me nog een keer leuk. En ik heb erbij gezegd, ik wil het doen. Onder die voorwaarden rijd ik met mijn eigen zoon. Op de persconferentie van Hellendoor en die kreeg hij dat te horen. Ik had hem met een smoesje meegelokt. Dus die moet even meegaan, is wel leuk. Ja, nou, is goed, ik ga wel mee. En toen hij dat zag en hoorde, ja, hij stond eigenlijk aan de grond genageld van wat gebeurt hier. Hij kent alleen de verhalen en zien rijden heeft hij nooit en laat staan meemaken. Dus dat is een win-win. Nadat Erwin minder ging racen, heeft hij van zijn hobby zijn werk gemaakt. In Rijssen heeft hij tegenwoordig zijn eigen autogarage. Wat we hier doen is voornamelijk het onderhoud van die auto, maar ook restauratie. We zijn daar een auto in opbouw. Dat is een project en moet dan begonnen worden. Die BMW hebben we voor de rally's in onderhoud. Dat, ja, goed, het is een beetje handel en wandel en spulletjes zoeken. Door heel Europa, auto's kopen, verkopen. Het zijn vooral klassieke auto's? Of ja, ja, en voornamelijk met Ford. Het zijn allemaal eigenlijk de Escort model 2, model 1. Moeilijk om aan te komen, tenminste de goede types. Vertrouwen in zijn Ford heeft hij in ieder geval wel. Oh, die auto doet het wel goed. Dat is, het Europees kampioenschap rijden we er probleemloos mee. En dat zijn echt wel heftige rallies in de Pyreneeën, de Alpen, Italië in. Dus ja, ik verwacht geen probleem. Maar kijk, en ik hoef ook geen wedstrijd te rijden. Dus het is meer te vermaken.